Het werk wat mij het meeste aansprak als voorzitter van een syndicale beweging, zoals de ACV, was dan de sheep market. Omdat in de eerste impressie die ik kreeg, vond ik het echt wel zeer mooi, zeer goed gevonden, dat elk individu op zijn manier een zeer eenvoudige opdracht eigenlijk kan uitbeelden. En daar ook zijn expressie kan in leggen, dus iets betekenen en een boodschap geven. Als ik daar wat verder op doordenk, dan kreeg ik wel het gevoel plots van, oef, dit is nu eigenlijk wel een moderne vorm van uitbuiting. Omdat hij dan via het World Wide Web aan $0,02 per tekening eigenlijk de mensen lokt en daar dan ongetwijfeld zijn brood mee verdient. En een stukje die moderne uitbuiting erin voorkomt. Dus dat vond ik toch eigenlijk wel wat chockerend. Dus ik vond het mooi, goed gevonden, maar dan chockerend als ik erover doordenk. Als persoon had ik het eigenlijk vooral begrepen op Don Perichowski, waar die cartoons spraken mij eigenlijk wel aan, omdat ze eigenlijk het feit dat het authentiek is, ter plaatse geschilderd, en dat het nadenken van de boodschap op een eenvoudige manier van cartoons, dus eigenlijk ook bereikbaar voor iedereen, dat je eigenlijk wel je hersenen laat draaien. En er kwam toch wel het thema arbeid op de uiting van werkgever, werknemer, decent work, kwam eigenlijk wel tot uiting. En dat vond ik eigenlijk wel heel knap gevonden. Die cartoon waarin dat aan de linkerkant staat er dus eigenlijk een worker met een pancarde, dus een optocht, een betoging, een staking, met dan eigenlijk een spiraal doorgetrokken en waar dan eigenlijk een directeur uit voorkomt. Zo van die verbondenheid aan de ene kant tussen werkgever en werknemer, ook wat de tegenstelling tussen werkgever en werknemer. Dus dat sprak me eigenlijk wel aan. Dat is zo een van de dingen die je zegt van, potdorie, eigenlijk zijn we één en toch vinden we te veel tegenstellingen. Wat mij ook wel aansprak was het werk van Helmut Stellaerts, professie, de triptiek. Omdat dat naar expressie eigenlijk wel zeer scherp was. In de zin van ook de plaats waarin dat het staat, het aanzuigeffect enerzijds, maar ook daar centraal met de mannen in maatpak. Met zelfs een wat uitdagende hond daarbij. Dus de macht die het er eigenlijk vanuit uitstraalde. En dan vooral ook het gezicht dat dus onherkenbaar is. Van dat we eigenlijk wel, zeker wij syndicaal voelen, dat op het moment dat we discussiëren met mensen met een gezicht in een familiebedrijf, is dat rechtstreeks, als je praat met een multinational, dan is dat natuurlijk iets wat ver weg is. Want dat ben ik niet die beslist, het zijn anderen die beslist hebben, ik breng de boodschap. En dan daar zeker van links en rechts. Hè. Rechts dan de mensen die eigenlijk al uitgekleed zijn, op hun onderbroek na. Het gevoel dat we ook syndicaal wel geregeld voelen, dat met alle mogelijke inspanningen die mensen doen, dat je toch eigenlijk in je onderbroek of in je hemd, zoals wij dat zeggen, worden gezet. En zo die desolate blik van die beelden, wat er eigenlijk wel uit voortkwam. Ik, als voorzitter van het ACV kom ik daar geregeld tegen. Dat mensen die wat eigenlijk zeer levenslustig zijn, dan geconfronteerd worden met de macht van de werkgever. En dan eigenlijk een stukje desolaat worden en een beetje desperado. Ik vond zeker dat de triptiek veel betekenend is in de zin van de macht die dus van die mannen van maatpak, God weet waar op deze planeet de beslissing nemen, die daar zonder gezicht en zelfs zonder dat het duidelijk is wat dat die eigenlijk neerschrijven, want dat staat ook niet te zien, dat zijn blanco documenten. Maar de impact die dan het centrum heeft, wat zij stonden in het centrum, de impact wat dat heeft naar zowel links de mensen die nog front kunnen vormen en die aan het werk zijn, zo heb ik het dan bekeken, mensen met kleren, en aan de andere kant de mensen zonder kleren die inderdaad al aan de zijkant van de maatschappij staan. Dus dan vind ik toch wel dat je dat vandaag, zeker nu met die financiële economische crisis en dan ook de werkstellingscrisis, dat we dat heel sterk voelen.